De winnaar is de Hoedler 28. Inge, jij mag hem geven. Van harte gefeliciteerd. Ja, mooi. Ik geef Inge de microfoon, want dan kan jij daar ook nog iets over zeggen. Of ik hou de microfoon vast, wat ik eigenlijk ook moet doen. Ik mag hem eigenlijk helemaal niet weggeven, want ik krijg hem weer terug. Dus ik hou hem vast. Ik borduur even voort eigenlijk op jouw pitch. Want er was er eens een man met een droom. Niemand zou er ooit iets van te weten zijn gekomen, waren het niet dat we hier nu op de Hikswaterbreker staan. Die man met die droom, die dacht, ja, we moeten eens iets anders, we moeten iets nieuws, iets totaal out of the box. We moeten even iets anders bedenken. En toen dacht ik, ja, misschien moeten we een beetje, ja, dan toch naar dat polyester. Nee, gaan we niet doen. Want hout, dat is wat het is, daar sta je voor de liefde. En daar sta je voor, daar sta je achter, daar sta je onder, daar sta je boven. Het werd dus inderdaad, wat we net al hoorden, die ribbenkast van aluminium en die opbouw van... Hout. We hebben een vent. De vorm moest ook anders. We moesten iets moderner, iets van het klassieke af, maar toch die specifieke jachtwerf, de jongensstijl. Die moest het wel worden. Kenmerken zijn natuurlijk overnaad, stijlvolle uitstraling en vakmanschap. Dat is wat het moet zijn. De jury was helemaal eens eigenlijk, al. Ja, het was geen discussie meer. De Hoedler 28 moest het worden. Waarom? Unieke bouwwijze, die ongelooflijk mooie uitstraling en subliem in het manoeuvreren. Want het is ook nog eens een keer, hoor. Ik was de foto's aan het bekijken. Je kan gewoon lekker... zitten terwijl je heel hard vaart, zeg maar. Dus de een zit dan echt gewoon helemaal zo boel en de ander zit achterin heel ontspannen. Kortom, innovatief Nederlands vakmanschap. Dankjewel, Aalert, voor zoiets. Ja, dankjewel.